Even kijken. Dit is een boodschap voor de... Wacht, waarom is mijn gezicht donker? Misschien even... Nee, dat is het achtergrondlicht. Dan zal waarschijnlijk... Ah, zo. Dit is een boodschap voor de zogenaamde superhelden Hamster en Grietje. Zijn jullie ook heldhaftig genoeg om het stadhuis te redden? Van mijn kwaadaardig robotleger? Jazeker. Kom, jullie moet maar eens eventjes bewijzen tegen mij, Professor X! Clamation. Vandaar dat uitroepteken op mijn... muts. Wacht, was dat een echte superslechterik? Dit is gevaarlijk. Zeg niks tegen Gietje, want die zal hem willen aanpakken. Te laat. Zij heeft de app ook op haar telefoon. Ik moet even naar de wc. Moet hij even op pauze? Nee, ik heb hem al eens gezien. Hamster moet ook naar de wc. Welkom, Hamster en Grietje, bij jullie ondergang. Jongens, snel, instappen. Kevin, wat doe je nou? Ik kom jullie redden. Dit is te gevaarlijk. Sorry hoor, kan dit misschien een andere keer? Geef ons even, oké? Ik kan nu toch niet weg? Hij wil het stadhuis innemen. En daar hebben we politie voor. Waar blijft de politie? Ja, daarom heb ik vanavond uitgekozen. De burgemeester heeft iedereen vrijgegeven om het concert van de Duckboys te kunnen zien. Het verbaast me dat jij niet zit te kijken. Ja, mij ook. Je gelooft niet in me. Zeker geloof ik in je. Stap nou in. Je denkt dat ik niet voor mezelf kan zorgen. Gietje, ik probeer alleen maar... Je bent mijn kleine zusje, oké? Okay? Je hebt nu al die krachten en zo, maar ik... Ik hoor gewoon voor je te zorgen. Ik ben je grote broer. Oh, Kevin. Je bent een supergrote broer. Je let al mijn hele leven op me. Maar het is nu allemaal anders. Want wij hebben superkrachten. Hamster en ik kunnen dit aan. Dat is waar. Jullie kunnen dit. Ik ga al aan de kant. Eindelijk. Het gaat pijn doen, vriend. Joh, doe vooral rustig aan, hoor.